Samen. Goeiedag. Nog gezellig met drie reizigers in de bus. Dus ik verlaat nu Vogelwaarde. Zoals ik vertelde, ik zeg de ene dag is er zon, de andere dag is er regen. Het is heel afwisselend weer, maar het blijft altijd wel aangenaam. Dus ik doe nu in feite geen dagtrip. Ik moet een boodschap doen in Terneuzen. Ik zeg toch nog eventueel de bus een keer nemen om toch een evaluatie te maken terug. Nee, om even te zien. Dus hier verlaten we Vogelwaarde met aansluiting op de N290. Nog een stuk hier van deze route en dan verder dus de aansluiting. Dus aankomst voorzien in Terneuzen 10 uur, omstreeks 10 uur. Maar dat is Terneuzen busstation, dus ik moet afstappen aan het stadhuis, dat is even ervoor. Voilà, dus hier de aansluiting met de N290. Dus hier N290. Dus ik reis momenteel met de OV-chipkaart. Dat is ook een soort reductiekaart, OV-chipkaart. Dus dat ritje kost me heen en terug 6 euro. Het is een korte rit. Ik zeg naar Terneuzen van Vogelwaarde en dan even terug. Dan hier ook de bus 10 richting Hulst, ook via Vogelwaarde. Mondmasker is nog altijd verplicht in het openbaar vervoer. Soms kijken de mensen wel je even raar aan als je dan even in of uit de bus stapt. Ik nader hier Zaamslag. Dus tussen Vogelwaarde en Terneuzen, maar ook als je van Hulst komt, kom je altijd langs het dorp Zaamslag. Dus het dorp met 3000 inwoners. Ook met een opstaphalte. Hier moet er normaal wel meer volk zijn, want dat is een redelijke dichte halte bij Terneuzen. Ja, we hebben hier tweetal mensen nu. Terug vertrekken.
zaamslag, dus het bewijs is er wel. Het openbare vervoer is nodig, het openbare vervoer wordt genomen. Ik zeg, voor een korte boodschap te doen, ben je gemiddeld 5, 6 euro kwijt, heen en terug. Maar op basis van dagtoerisme, uitstappen, is het veel te kostelijk. En ook om je boodschappen te doen, ik zeg nogmaals, je moet voor met een ticket van 6 euro, bij wijze van spreken, geen brood gaan aankopen. Nee. Dus het komt interessant als je gaat aankopen doen van enkel tientallen euro's dan. Voor het terug uitgaan, Zaamslag, is ook een benzinestation. 1,56 euro voor de benzine, 1,20 euro bijna de diesel hier, uitgang Zaamslag. En terug de aansluiting op N290, 14 kilometer van Huls vanaf hier. Dus het rondpunt hier met de ajuinen symbolen. Voilà, en nu de volgende halte is Hospitaal Terneuzen. Terug het prachtige Zeeuwse landschap. Tot het ziekenhuis zorgzaam een 12-tal minuten. Dus hier ziekenhuis zorgzaam. Dus ook de markering te lezen. Natuurlijk ook een drukkere opstaphalte hier. Het is wel even rustig. Dus de voornamelijke bussen hier is ook dus de bus 10, waar ik nu in ben, en ook de bus 20 richting Hulst. Dus de bus 20 gaat via Axel dan ook naar Terneuzen en gaat verder naar Hoes. Dus hier het ziekenhuis. Ik zie nu wel, die mensen zijn uitgestapt hier voor het ziekenhuis. Ik ben nu nog met één reiziger in de bus. Dus een mevrouw met haar boodschappentas. Dus we verlaten terug het ziekenhuis een stuk door het centrum tot het stadhuis. Dus nu Seldenrustlaan. Dus nog een vijftal haltes en ik ben aan het stadhuis. Dus hier aan de Seldenrustlaan heb je ook de bus 20 die even staat te wachten als je wil overstappen. Dat is dus ook een overstappunt, omdat de bus 20 een andere route doet. Dus die gaat ook naar het centrale busstation van Terneuzen, maar die doet enkele andere straten. Dus ik zal het zo dadelijk tonen. Zo, ondertussen zit er niemand meer in de bus. Ik ben dus volledig alleen. Hier ben ik op de Rozenveldlaan. Dus wat gebeurt er nu? Die bus 10 gaat rechtdoor en de bus 20 gaat op een gegeven moment naar links. Dus als hij dan naar links gaat, gaat hij voor een Schuttershof winkelcentrum. Dat is een klein winkelcentrum, maar dus de enigste bus die even langs het Schuttershof gaat.
Ik vergis me van naam, de benaming is Zuidpolder. Dus het is niet Schuttershoft, dat is de andere kant. Dus het is hier Zuidpolder, dus winkelcentrum Zuidpolder. Dus die bus 10 hier gaat gewoon rechtdoor aan het kruispunt. Ondertussen is hier een serieuze regenvlaag. Dus je gaat rechtdoor en de andere bus 20 gaat langs hier. Dus die slaat hierin en die gaat dus voorbij het Zuidpolder. En dan terug ook zijn route richting het station. Het is ook zo, als je dus overstapt, betaal je met een los ticket opnieuw. Dus stel nu dat je zo'n ticket hebt van 4 euro, je stapt over, moet je opnieuw een ticket betalen van 4 euro. Dus je bent al aan 8 euro om dan op je locatie te komen. Met de OV-chipkaart stap je over binnen de tijd, dan wordt er normaal gezien geen extra kosten gerekend, wel je kilometerkosten, want het wordt hier berekend per kilometer dat je moet betalen. Maar stel dus dat je de bus niet onmiddellijk hebt, dan moet je terug een overstapkosten ook betalen, ook met de OV-chipkaart. Zoals je ziet, ik ben dus alleen in de bus. Beste mensen, we spreken hier van het aantal inwoners van Hulst. Terneuzen, je kunt het opzoeken op internet. Het is niet enkele duizenden, het is enkele tienduizenden. Er zijn genoeg mensen die het openbaar vervoer nodig hebben. Hier nog één reiziger van de Professor Zeemansstraat die erin stapt. Voilà, volgende halte Stadhuis, 9:50. Zo, ik kom aan het Stadhuis nu. Terug die OV-chipkaart bij de hand. Weg. Zo, uit de bus. Dus even verder de Zeedijk en dan langs hier centrum Terneuzen. Ik ga hier eerst die masker afdoen, want dus hier in Nederland momenteel hoef je geen masker aan te doen om naar de winkel te gaan. Ondertussen is hier ook de bus 20 gekomen. Dus de bus 20 die gewoon een andere route, maar daarachter komt die ook langs hier. Maar nu komt het bijkomende verhaal. Dus als je nu ergens hier in Terneuzen moet zijn, heb je geen stadsbus. Dus je betaalt gewoon 6 euro heen en terug. En dat is ook wel plus en minus, want als je een halter verder uitstapt, is dat iets duurder. Dus het is in feite, zoals ze zeggen, per meter letterlijk. Dus hoe verder dat je afstapt, hoe meer dat je betaalt. Maar dus, je komt dus hier in Terneuzen. Je moet ergens in een winkel zijn. Je staat hier in de winkelstraat. Ça va, dat is dicht. Maar als je naar het winkelcentrum moet van Terneuzen, geen enkel transport. Niets. Dus beste mensen, het is terug gaan wandelen, 15 minuten te voet, om naar mijn locatie te gaan. Dus het dure ticket plus nog een mooie wandelroute. Tot straks. Ik ga hier via de Blokkenstraat. Dus hier het stadhuis. Ik zeg, het is heel vreemd in Zeeland. Je hebt dus gewoon geen stadsbussen. Ik zeg, als je zelf in Stekenen bent of ergens, je komt van een bus, je neemt een andere bus. Hé? Maar hier bestaat dat niet. Dus ja, natuurlijk, stappen is gezond. Of fietsen ook.
Maar toch om te tonen, de combinatie van het openbaar vervoer. Je komt uit een bus. En wie dus niet kan stappen of moeilijk te been is, moet er wel lang over doen om tot het winkelcentrum te komen. Dan even verder hier aan de linkerkant heb je het grote politiebureau van Terneuzen. En dan ga ik even hier verder. Langs die binnenvaart hier. Waar dat dus de boot is van de Vliegende Hollander. Dus de Vliegende Hollander, ook goed om te weten als je naar het winkelcentrum gaat. Vraag de weg naar de Vliegende Hollander en dan voortdurend rechtdoor. Ja, en als je met je gezin moet gaan, ik zeg met kinderen erbij, het is de kinderwagen en te voet stappen naar het winkelcentrum. Je hebt geen andere optie. Voor ondertussen heb ik al een heel stuk te voet gedaan, dus nog even verder. Even verder hier aan de linkerkant heb je ook een oud winkelcentrum Schuttershof. Dat is hetgeen dat ik daarvoor genoemd heb. Dus hier is het winkelcentrum Schuttershof. Die heeft natuurlijk ook wel geen bus ervoor. Die is wel even iets dichter van de bushalte Stadhuis. Hier heb je ook wel een kleine supermarkt en diverse handelszaken. Maar dus het nieuwe winkelcentrum, nu toch al enkele jaren, ligt wel nog een stuk verder. Maar hier in de stad op het gebied van de markeringen hebben ze wel hun best gedaan. Ik zeg, die anderhalve meter wordt goed aangeduid via stippen, via borden. Dat is een feit. Hier in Terneuzen is het zeer goed aangepast. Je ziet hier ook, als je even wil moet wachten aan het zebrapad hier. Hop, op een eigen stip. Ja, voorrang is een andere zaak hier. Kennen ze ook niet zo goed. Ik heb veel vastgesteld. Dus beste mensen, de voedingwinkels hier, maar daar kom ik in veel niet voor, maar die zijn nu wel op mijn weg hier, zijn dus hier even verder. Dus er is geen bus, dus dat maakt wie zijn boodschappen doet hier, moet de voet wandelen naar de bus. Dus een supermarkt, een winkelcentrum, waar ze vergeten zijn een bushalte te zetten. Je ziet, het probleem van het openbaar vervoer breidt zich uit met de indeling van de bushaltes. Er is niets die klopt. Dus hier bijvoorbeeld heb je de bekende Aldi. Hier is er geen Albert Heijn op deze locatie. Maar bon, dus wie dus hier zijn boodschappen doet, ja, om naar huis te gaan. Simpel, te voet, heel die route terug. En zo terug naar huis, eventueel naar de bushalte van het stadhuis. En dan verder in verbinding. Het is ongelooflijk dat in deze tijd van mobiliteit, dat er bussen nodig zijn, dat men niet gedacht heeft aan een bushalte te plaatsen. Dus hier ook terug de aanduiding. En natuurlijk de stippen. Ja, hier heb je wel veel ruimte. Want het is wel een goed systeem hier. Je ziet duidelijk een route om te wandelen hier. En dus op verschillende plaatsen, die afstand door de blokken die hier gezet geweest zijn, of de stippen, heb je dus direct inzicht op de afstand. Ja, de zaken hier aan de linkerkant, een meubelwinkel, een leenbakker daar, elektrowinkel Hamma. Dat zijn inderdaad zaken dat je logisch gezien niet zonder auto komt. Hè. Dat is een feit in die grote zaken. Maar bon, hier aan de rechterkant, je hebt ook de Lidl. Dus ja, de Lidl en de Aldi. Ik zeg, als je daar je boodschappen doet, wordt er nog verondersteld dat je terug naar huis kan. Natuurlijk, ik zeg, de oplossing is met de fiets. Ik doe dat ook altijd met de fiets. Dat is, waarom niet? Maar toch, er zijn toch omstandigheden dat je soms niet anders kan, dat je wel een keer een bus nodig hebt. Hier nog een zicht. Zo, beste mensen, ik moet even een boodschap doen.
even verder. Dus ik kom zo dadelijk terug.